Als een man mij wil imponeren, dan let ik niet in eerste instantie op zijn kleding. In tweede instantie waarschijnlijk ook niet echt. Wat ik belangrijk vind is dat je iets draagt dat bij je past. Dus niet dat je iets draagt omdat je denkt, oh, dat is heel erg in de mode nu. Of dat staat heel erg cool, of ik wil bij die groep horen. Ja, dan komt het nooit zo sterk over en vaak een beetje treurig ook op een bepaalde manier. Ik kan echt niet zeggen of ik het leuk of niet leuk vind als een man me herkent. Want ja, ik ben langer bekend dan dat ik niet bekend ben in Nederland. Wat ik het belangrijkste vind is dat als ik met iemand praat, dat je elkaar ziet en niet de bekende persoon. Ik heb helemaal niks met etiketten. Ik vind wel prettig als een man charmant is in de zin van dat hij de deur voor je open doet of een zware koffer van je overneemt. Maar in essentie ben ik behoorlijk zelfstandig en zit ik vaak mijn eigen koffer, zit ik de vuilniszakken buiten en doe ik gewoon zelf de deur open. Ik vind het hartstikke leuk als een man wil betalen op de eerste date. Maar heel vaak doe ik het juist ook. Ik ga echt nooit een rekening splitten, dat vind ik echt zo ongezellig. Ik trakteer de ene keer en ik maak echt niet een lijstje van ja, vorige keer heb jij getrakteerd en dan moet ik nu. Maar dat dat een beetje op een gelijkwaardige manier gaat, is wel belangrijk. Dingen die ik bij vorige keer niet meer hoor, zijn woorden als must have, guilty pleasure. Of het liedje Ademnood, wat ik nog steeds wel gewoon af en toe te horen krijg als ik op straat loop. En wat mijn ex Thijs heel grappig vond om aan mijn dochter te leren. Dus nu loop ik soms om met mijn dochter over straat en dan begint zij Ademnood te zingen. Wat vrij gênant is, want dan lijkt het alsof ik mijn dochter Ademnood leer. Maar dat is dus niet waar. Dat heeft Thijs gedaan. En verder zijn er nog steeds mensen die zeggen, hey Jessica. Nou, vind ik dat niet erg, maar hoop ik dat ze ook hebben gezien wat ik de tussenliggende 18 jaar heb gedaan. Dus dat ik ben gestopt bij goede tijden en nu. Oh, was dit 11 jaar geleden? Ik ben wel heel veranderd natuurlijk in de afgelopen 11 jaar, maar gelukkig, als ik zo kijk, qua uiterlijk valt het best wel mee. Toch?